Om je verniste parket optimaal te onderhouden, heeft Lalenio een onderhoudskit voor vernis samengesteld. Deze onderhoudskit bevat de Lalenio milde parketlijn voor het algemeen onderhoud van je verniste vloer. En hij bevat ook deze, de Unicare X-Mat. Deze wordt door ons aangeraden om je vloer een extra beschermende film te geven. Hoe houd ik nu mijn verniste vloer in topconditie? Wat heb je nodig? Microvezeldop, een stofzuiger, een dweil, een emmer en deze twee. De Lalenio milde parketreiniger en de Unicare X-Mat. Door een regelmatig onderhoud zal je parketvloer even mooi blijven als op de dag dat deze werd geïnstalleerd. Stofzuig en veeg je vloer regelmatig. Zo voorkom je dat vuil kleine krasjes in je vloer kan maken. Je vloer te vaak reinigen is zeker niet nodig en dit kan zelfs je vloer beschadigen. We raden aan om de vloer slechts éénmaal per maand met de Lalenio milde parketreiniger te reinigen. Schud de fles altijd goed en meng 25 ml met 5 liter lauw water. Dompel de dweil goed onder in de emmer met water en milde parketreiniger. Vervolgens de dweil goed uitwringen, nooit met een te natte dweil te werk gaan, altijd licht vochtig dweilen. De vloer moet altijd in de richting van de houtnerven en de lengte van de parket gedweild worden. Dweil de ruimte in één beweging en spoel regelmatig de dweil en wring vervolgens weer goed uit, zodat deze zeker niet te vochtig is. Laat vervolgens voor minstens 1 uur opdrogen. Om te voorkomen dat je verniste vloer er na een tijdje wat dof gaat uitzien, raden wij aan om 1 keer per jaar de vloer te behandelen met Unicare X-Mat. De Unicare X-Mat zorgt voor een extra beschermde film en verwijdert microkrassen, waardoor de originele look van de vloer behouden wordt. De extra matte bescherming zorgt ervoor dat de vernislaag langer meegaat en voorkomt aanhechting van vuil. Unicare X-Mat onverdund gebruiken. Dus breng gelijkmatig aan met een microvezeldoek of doek, altijd in de richting van de houtnerf en laat de vloer vervolgens minimum 1 uur drogen op kamertemperatuur. Wil je meer tips? Bekijk dan zeker onze andere tutorials.